Goedemorgen allemaal. Welkom, dames en heren. Mijn naam is Ewald van Hamersveld en ik ben een partner bij KPMG Deals. En ik ben jullie gastheer op de webcast Cash Management in het kader van COVID-19. In eerdere webinars gehouden door KPMG op maandag 23 maart en maandag 30 maart hebben wij op hoofdlijnen cash management support besproken. En wij constateerden dat er een behoefte was aan meer details. En dat is de reden dat wij nu een specifieke webinar hebben waarin wij meer in detail ingaan op de belangrijkste elementen van cash management support. En vervolgens een aantal issues per sector en met name gerelateerd aan sectoren die hard worden geraakt in deze tijd. En we hebben ook een aantal vragen opgenomen die ons bereikten van klanten in de afgelopen periode. Ik wil jullie graag ook introduceren mijn collega's, Michael van Gijlswijk en Laurens van der Zijl. Heren, misschien kunnen jullie al kort een toelichting geven. Ja, Ewald. Met Michael van Gijlswijk. Ik ben partner bij KPMG Meiburg en hoofd van het Tax Knowledge Center. En in dit kader zal ik jullie meenemen door de fiscale noodmaatregelen. Ja, goedemorgen, Laurens van der Zijl, KPMG Advisory. En bijzonder betrokken bij herstructurering en herstructureringsadvies vanuit KPMG. Op de volgende pagina geven wij aan welke onderwerpen wij vandaag zouden willen bespreken. Dat is allereerst een introductie in cash management en ondersteuning. Vervolgens een aantal mitigerende maatregelen die ondernemingen kunnen treffen gedurende de COVID-19 periode. Een aantal voorbeelden van mitigerende maatregelen in sectoren die het relatief zwaar hebben, die zwaar getroffen worden. Een aantal overige overwegingen en vervolgens een Q&A en tenslotte een stukje samenvatting en afsluiting. Als je kijkt naar de volgende sheet, waarin wij nader ingaan op de introductie van cash management en ondersteunende maatregelen, dan komt de eerste vraag op: waarom is cash management cruciaal ten tijde van de coronacrisis? Nou, in feite zijn dat een drietal elementen. Het is heel erg belangrijk dat ondernemingen in de huidige tijd hun kasstromen kunnen voorspellen. En dat is natuurlijk een stuk moeilijker dan in het verleden. En wij komen straks ook erop terug hoe je dat kan verbeteren in de huidige tijd. Een ander element wat belangrijk is, is de potentiële schending van convenanten uit kredietfaciliteiten. Daar kan je beter goed vooraf op anticiperen dan dat je te laat bent. Een ander element is dat je kan voorkomen dat je verminderde liquiditeitsposities hebt en dat je onverwacht financieringsverzoeken moet doen aan je stakeholders, waaronder banken. Een ander element is: wat zijn nou de voordelen van het acteren van op basis van sterk cash management? Wat ik net al aangaf, het is altijd heel belangrijk om meer tijd te hebben als je potentieel in de problemen raakt. Daarmee kan je altijd al contact opnemen met een aantal stakeholders, belanghebbenden bij de ondernemingen. En verder, naar de toekomst toe, is het altijd goed om een beter inzicht te hebben in je kasprognoses going forward. Wat is feitelijk onze aanpak in deze? Dat is een zogenaamde 13-weekse kasstroomprognose. Dat is een product wat vaak gebruikt wordt in restructuringcasussen. En banken zullen altijd om een 13-weekse kasstroomprognose vragen op het moment dat je liquiditeitspositie verminderd is en dat je in discussie gaat met banken. Hoe werkt nu zo'n 13-weekse kasstroomprognose? Dit is een voorbeeld waarbij we zeggen: we starten deze week. Start 6 april, dat was afgelopen maandag. En vervolgens zie je dat wij heel eenvoudig zeg maar de kasinstroomelementen en de kasuitstroomelementen hebben weergegeven. Dit is een gestileerd voorbeeld waarin al die elementen zijn benoemd. Wat verder erg belangrijk is, is dat je leert van
het maken van een kaststroomprognose. En daarom hebben wij in de eerste twee kolommen aangegeven wat was er vorige week gerealiseerd en wat was vorige week de prognose en wat zijn de verschillen en waardoor komen die verschillen en kan ik daarvan leren. En helemaal in de coronaperiode is het veel moeilijker voor veel ondernemingen om hun instroom te bepalen. Uitstroom heb je zelf meer invloed op, maar de instroom is veel moeilijker te bepalen. Als je dan kijkt onderaan de pagina, daar staat de kaspositie eind van de week. En vervolgens staat daar de financieringsruimte. Die twee bedragen kan je met elkaar confronteren en kan je kijken of je nog financieringsruimte beschikbaar hebt. Wij noemen dat vaak headroom. Bijvoorbeeld in de week van 29 juni, de laatste week, zie je dat de onderneming een negatieve cashpositie heeft van 159. En je ziet een financieringsruimte van 200. Dus effectief is er nog een ruimte van 41. Wat wij normaal gesproken klanten aanbevelen in deze is, als je een kaststroomprognose hebt in de oude wereld, dat is dan je startpunt. Had je geen kaststroomprognose in de oude wereld, dan zou je een kaststroomoverzicht moeten maken op basis van de corona-impact. En vervolgens maak je een tweede overzicht en daarin geef je weer wat de maatregelen zijn. En daar gaan we straks uitgebreid op in. De maatregelen die je neemt om je kastpositie te verbeteren. En vervolgens krijg je dan een kaststroomprognose waarin al die elementen zijn verwerkt. En tenslotte bevelen wij klanten aan om ook te werken met sensitiviteiten. En met name sensitiviteiten met betrekking tot de instroom van gelden uit hoofde van debiteuren. Als je kijkt nu naar de volgende pagina, daarin geven we aan wat zijn nou je mitigerende maatregelen, je verbetermaatregelen om je kaspositie te verhogen durende COVID-19 of COVID-19. Dat hebben we gerubriceerd in vier categorieën. Wat zijn zogenaamde operationele maatregelen? Wat zijn maatregelen en tegemoetkomingen van de overheid? En in dat blok hebben we ook meegenomen pensioenmaatregelen. Wat zijn supportmaatregelen van banken? En wat zijn fiscale maatregelen waar Michael verder op ingaat? Als je dan kijkt naar de operationele maatregelen, dan hebben we die onderverdeeld in werkkapitaaloptimalisatie, kostenreductie en de planning van je investeringen, CAPEX. Bij werkkapitaaloptimalisatie is altijd het eerste element in discussie is zeg maar de betaaltermijnen van je debiteuren en van je crediteuren. In feite in de huidige tijd moet je daarin overleg met je debiteuren en je crediteuren. En in feite moet je feitelijk een soort partnership hebben met die partijen indien mogelijk is. We hebben de afgelopen weken hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden gezien dat bijvoorbeeld internationale retailers meteen aangaven, we gaan onze betaaltermijnen oprekken met 30 dagen. Nou, dat heeft heel veel weerstand opgeroepen in de maatschappij. Dezelfde discussies zie je vaak met betrekking tot huur. Dat partijen zeggen, ik betaal geen huur meer. Ja, maar dan zadel je een andere onderneming met de problematiek op. Dus je moet elkaar laten leven en netjes met elkaar in overleg komen. Want anders loopt alles vast. En we hebben voldoende voorbeelden van de afgelopen dagen gezien van internationale retailers. Maar ook een onderneming als Unibuy die winkelcentra heeft en waarbij dan de winkeliers zeggen van ik betaal geen huur meer. Nou, dat hebben we gezien in de koersontwikkeling van dat bedrijf. Een ander element bij werkkapitaaloptimalisatie, in feite ook geen rocket science, dat is het optimaliseren van je voorraden. En het optimaliseren van je voorraden is in de huidige tijd natuurlijk veel moeilijker, omdat je potentieel allerlei supply chain issues hebt. Wij hebben voorbeelden van klanten die bijvoorbeeld kritische onderdelen uit Noord-Italië halen. Ja, in Noord-Italië staat dicht. Moet je dan, toen het net nog kon, additionele voorraden aanleggen of niet? Hetzelfde geldt voor China. Er zijn veel Nederlandse assemblageondernemingen die belangrijke onderdelen uit China halen. Wij kennen voorbeelden van producenten van of assemblagebedrijven van e-bikes die dachten in China nog net even additionele voorraden
in te slaan en onderdelen te kopen. En toen ze dat gedaan hadden, een week later had je in Nederland zeg maar de semi-lockdown. En die koopt er nu nog een elektrische fiets. Dus het is heel moeilijk voor een aantal bedrijven om dat werkkapitaal goed te optimaliseren. En de feitelijke situatie kan van week tot week verschillen. Een ander element is kostenreductie. En het belangrijke kostenelement voor veel ondernemingen is arbeidskosten. We hebben de NOW-regeling, daar gaan we straks verder op in. Maar de NOW-regeling moet je natuurlijk in relatie zien met het potentieel afscheid nemen van mensen. En dat kan elkaar conflicteren. En verder is het belangrijk dat je met, zeg maar, in aan detail door je kosten heen gaat. Kijk wat vast is, kijk wat flexibel is en welke kosten je zeg maar op relatief korte termijn kan besparen om je liquiditeitspositie te verbeteren. Laatste element in deze sectie is het plannen van investeringen. Ben je al commitments aangegaan voor investeringen of nog niet? Dat is een belangrijk element. En vervolgens maken wij meestal in dit soort casus onderscheid. Wat is zeg maar je investeringen gericht op de groei? En wat zijn je investeringen die gericht zijn op het onderhoud? En vaak kan je groeiinvesteringen uitstellen als je nog geen commitments bent aangegaan. En daarmee verbeter je liquiditeitspositie. Een ander element waar je aandacht aan zou kunnen schenken is de verkoop van niet-kernactiviteiten. Alleen de prijs, de opbrengst die je voor de niet-kernactiviteiten krijgt, die zal lager zijn dan een jaar geleden. Dus dat is wel iets waar je goed over na moet denken. Als je kijkt naar de volgende sheet, daarin worden een aantal overheids- en pensioenmaatregelen weergegeven. En wat misschien belangrijk is om te zeggen, dit zijn de overheids- en pensioenmaatregelen voor wat betreft Nederland. Wij als KPMG hebben ook een zeer gedetailleerd overzicht van de internationale omgeving. Dat van de belangrijke landen waar de meeste ondernemingen zaken mee doen, hebben we ook zeg maar, op een rijtje gezet wat de overheidsmaatregelen zijn en wat de fiscale maatregelen zijn. Jullie kunnen dat overzicht van ons ontvangen, dan moet je een mailtje sturen naar Mark Dikker, een collega van ons. En zijn e-mailadres is, ik zal het langzaam zeggen, Dikker, D-I-K-K-E-R, .mark, M-A-R-K, @kpmg.nl. En ook de laatste pagina zullen we zijn e-mailadres nog een keer herhalen. Als je kijkt naar de maatregelen, zullen we starten met de NOW. De NOW is op zich een eenvoudige regeling, maar zoals wij dat zeggen, the devil is in the detail. In feite, als je een omzetdaling hebt van meer dan 20%, vergoedt de overheid 90% van de loonsom. En dat doen zij in twee stappen. Je kan voor 80% een voorschot aanvragen en dan krijg je 20% bij de afrekening. En de detail zit hem met name in de afrekening, omdat je dan met name met betrekking tot de loonsom ook moet aangeven, je norm is januari en je actual loonsom is maart, april, mei. En daar kan best een onevenwichtigheid in zitten. En in de pers heb je al een aantal voorbeelden waarschijnlijk gezien. Een ander element is de definitie van omzet. Wij zijn nauw bij betrokken geweest, ook met het WNO en NCOW. En wat je ziet is dat uiteindelijk heeft de overheid gekozen voor een eenvoudige aanpak en heeft gezegd de norm is omzet 2019, het gehele jaar. En als je nu een aanvraag doet, mag je kiezen welke omzet je neemt voor wat betreft 2020. Je hebt de eerste periode is maart, april, mei. Maar je mag ook starten per 1 april en je mag ook starten per 1 mei. Dus soms kan dat voordelig zijn als je te maken hebt met een bepaalde seasonality. Wat is nu het lastige? Dat is dat het op geconsolideerd niveau plaatsvindt. En er zijn heel veel ondernemingen die meerdere activiteiten hebben en die in totaliteit net de 20% niet raken, maar individuele activiteiten wel. En ander element is wat ik aangaf, seasonality. Want je vergelijkt de 3 maanden waarvoor je gekozen hebt met 25% van
de omzet over 2019. Dus als je een groot deel van je omzet haalt in bijvoorbeeld de periode maart tot en met juli, dan heb je een hele hoge omzet nu in 2020 en die moet je vergelijken met een kwart en dan kom je dus veel minder snel in aanmerking. En een ander element wat wij ook bij klanten zien, dat zijn de start-ups. In 2019 was de omzet laag, een kwart van de omzet was ook laag. En in 2020 hadden ze gedacht om snel te groeien, hebben daar ook personeel op aangenomen. Ja, en kunnen nu daardoor geen gebruik maken van de regeling, omdat de daling van 20% wel voor hun heel groot moet zijn. Want dat kan wel eens 50 of 60% zijn ten opzichte van je budget, waarop je je personeel hebt aangenomen. Tweede element is de Go-garantie. Gisteravond heeft overigens de overheid aangekondigd dat de Go-garantie wordt verhoogd. Het was 50% op bankfinancieringen tot 150 miljoen. Met de voorwaarde dat het substantiële activiteiten in Nederland zijn en gezonde bedrijven. Gisteravond heeft de overheid aangekondigd dat de Go voor grote ondernemingen, zoals zij dat noemen, naar 80% gaat. En voor het MKB naar 90%. Dus dat is een significante uitbreiding van de regeling. Borgstelling MKB, dat is een specifieke regeling voor het MKB, zoals het woord al zegt. En dat was de kredietfaciliteiten tot 1,5 miljoen waren 90% gedekt. Met een overheidsgarantie van 75%. Maar waarschijnlijk zal die borgstelling MKB ook iets opgerekt worden om nog een verschil te hebben met de Go-garantie. Een laatste element die we even in deze sessie hebben toegevoegd, dat zijn de pensioenmaatregelen. Merendeel van de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebben aangegeven dat zij coulant zullen zijn met betrekking tot pensioenbetalingen. En feitelijk volgen zij een beetje de fiscale maatregel met betrekking tot de loonheffing. Dus je kan ook pensioenbetalingen later doen. En dat verbetert dus op korte termijn je kaspositie. En met dit soort maatregelen zoals pensioenbetalingen, dat is een uitstel van een betaling. En een aantal andere elementen, dat levert zeg maar een verbetering van je cashpositie voor altijd op. Dat is zeg maar een continu element. En je hebt dus een aantal elementen wat een uitstel is. En daarmee moet je er wel rekening mee houden dat je dat in de toekomst nog een keer moet terugbetalen. Daar gaat Michael fiscaal gezien ook op nader op in, omdat een aantal fiscale maatregelen ook betrekking hebben op uitstel. Als je dan gaat naar de volgende sheet, dat zijn de bank en de overige maatregelen. Banken hebben heel snel al aangegeven dat aflossingen en rentebetalingen tot een maximaal 2,5 miljoen, en met 2,5 miljoen bedoelen we dan het maximale leningsbedrag van 2,5 miljoen, dat konden voor 6 maanden worden opgeschort. Dus de aflossingen en de rentebetalingen kunnen met 6 maanden worden opgeschort. Er is 1 bank in Nederland die feitelijk staatseigendom is, en dat is ABN AMRO. En ABN AMRO heeft al heel snel aangegeven van bij ons rekken we de 2,5 miljoen op tot 50 miljoen. En ABN AMRO heeft ook aan haar klanten een brief gestuurd. En daarin hebben ze gezegd, als je niets doet, dan krijg je automatisch van ons uitstel van 6 maanden voor aflossingen en rentebetalingen. En in zijn algemeenheid, grotere ondernemingen bevelen wij aan om relatief snel in gesprek te gaan met hun financiers. Je kan beter in gesprek zijn als je mogelijke problemen krijgt dan dat je nog niet in gesprek bent en je komt relatief laat bij je bank om over liquiditeitsissues te spreken. Een tweede rubriek is aandeelhouders. En dat zijn feitelijk 2 componenten. 1 component is uitstel van dividenduitkeringen. Jullie hebben waarschijnlijk in de afgelopen dagen in de pers gezien dat er vrij veel druk op beursgenoteerde ondernemingen wordt uitgeoefend om dividenduitkeringen uit te stellen of af te stellen. En je ziet dat de afgelopen dagen de banken en de verzekeringsmaatschappijen hebben aangegeven dat ze geen dividend zullen uitkeren en daarmee hun liquiditeitspositie verbeteren. Een ander element is wellicht voor een aantal ondernemingen mogelijk, is dat je additioneel kapitaal verkrijgt
of via eigen vermogen of via een achtergestelde lening van je bestaande aandeelhouders of eventueel nieuwe aandeelhouders. En in de laatste rubriek, wij worden vaak benaderd door de grote credit funds, met name uit de US en uit de UK, die heel veel liquiditeit beschikbaar hebben en graag willen instappen in ondernemingen die liquiditeitsissues hebben. Maar wat ons betreft is dat het laatste element, als alle andere maatregelen zeg maar onvoldoende hebben geholpen om uit een liquiditeitssqueeze of liquiditeitsproblemen te komen, dan kan je een beroep doen op deze specifieke debt funds. Voor wat betreft mijn onderdelen is dit het. En ik zou graag het willen overdragen aan Michael. Ja, goedemorgen luisteraars. Ik ga zo met jullie de fiscale noodmaatregelen doorlopen. En de eerste is het uitstel van betaling. Dat is toch wel top of mind bij vele klanten. Wat heeft de overheid gedaan? Op 19 maart hebben ze aangegeven dat voor de komende 3 maanden, hè, dus tot 19 juni 2020, er uitstel van je kan verzoeken om uitstel van betaling te doen. Dat kan online. Het kan ook op papier, maar het kan ook online. En wat houdt die regeling dan in? Dat is dat je, als je voor minder dan 3 maanden uitstel van betaling vraagt, dat dat dan automatisch gaat. Je doet een verzoek en automatisch stopt de invordering van belastingschulden. Wil je langer dan 3 maanden uitstel van betaling, dan zul je aanvullende informatie moeten verstrekken. Zoals een derde deskundige verklaring van bijvoorbeeld een accountant. En dan moet je aangeven waarom je uitstel van betaling nodig hebt. En veel diepere liquiditeitsprognoses moet je geven. Nou, dat hebben ze dan gezegd ook voor bedragen van minder dan 20.000 euro kan je die derde verklaring achterwege laten om de administratieve last zo laag mogelijk te houden. Wat is ook later versoepeld, is dat als je eenmaal een verzoek hebt gedaan om uitstel van betaling voor een bepaalde belastingschuld, dat dat dan ook geacht wordt te gelden voor de belastingschulden die ontstaan in de resterende periode tot 19 juni. Dus je hebt één keer een verzoek gedaan en alle schulden, belastingschulden die daarna opeisbaar worden, daar geldt dan ook dat uitstel van betaling voor. In eerste instantie was dat uitstel van betaling alleen voor de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de btw en de loonbelasting. Later is dat uitgebreid tot veel meer belastingen, zoals milieuheffingen, verbruiksbelastingen, etc. Er zijn een aantal belastingen zijn expliciet niet, daar krijg je geen uitstel van betaling voor. Dus bijvoorbeeld voor de dividendbelasting. Men wil eigenlijk ontmoedigen dat je dividend uitkeert als bedrijf. Nou, dat past ook helemaal in datgene wat Ewald hier net heeft gezegd over de beursgenoteerde bedrijven die eigenlijk opgeroepen worden om geen dividend uit te keren. Maar dat wordt dus ook fiscaal niet gestimuleerd. Hetzelfde geldt, wat er ook niet onder valt, is uitstel van betaling voor BPM. En dat is voor de autobranche natuurlijk een belangrijke belasting. Voor energiebelastingen werkt het weer iets anders. Die heffing verloopt via de energiebedrijven. En wat gaan ze dan doen? En daar gaan ze ervoor zorgen dat je de komende 3 maanden geen energiebelasting in rekening gebracht krijgt. Maar die energiebelasting die moet je dan in het najaar alsnog betalen. Dus ook een uitstel van betalingsregeling. Voor de douane, daar krijg je wat meer als je daar uitstel, voor invoerrechten, als je daar uitstel van betaling krijgt, dan moet je dat melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. En dan krijg je een maatwerkafspraak. En dat is de oorzaak daarvan is voor die afwijkende regeling, is dat het een Europese belasting is. Nou, wat speelt bij onze klanten heel erg? Dat is de vraag of als ik nou uitstel van betaling vraag voor de belastingschulden, moet ik dan ook betalingsonmacht melden. En die melding van betalingsonmacht, dat is ervoor, als je dat tijdig doet, dat zorgt ervoor dat als de vennootschap failliet gaat,
dat je dan niet automatisch als bestuurder aansprakelijk gesteld wordt voor de belastingsschulden van die failliete vennootschap. Heb je tijdig gemeld, dan ligt de bewijslast dat je een zeg maar, onbehoorlijk bestuur hebt gedaan, die ligt bij de fiscus. En dat is heel erg moeilijk om aan te tonen dat je een slechte bestuurder bent geweest dan. Dus je, door tijdig te melden heb je je positie verbeterd. Nou, moet je nou per se, als je uitstel van betaling vraagt, ook melden dat je, melding betalingsonmacht, dat je in feite nooit meer gaat betalen? Nou, strikt genomen is dat niet zo. De vraag is natuurlijk wel of dat verstandig is. En wat is de downside van een melding? Nou, de downside van een melding, als het goed gaat, is dat je ja, misschien onterecht hebt, een betalingsonmacht hebt gedaan, gemeld. En gaat het slecht, ja, dan heb je wel tijdig betalingsonmacht gedaan. Nou, wat speelt daar dan nog meer mee? Het melden van betalingsonmacht kan van invloed zijn op bankfinanciering. Vaak is het melden van betalingsonmacht een event of default. En nou, wordt de lening opeisbaar. Nou, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus je zal dan in gesprek moeten gaan met de banken. Nou, dat dus alvorens je melding betalingsonmacht doet, dan moet je wel goed in kaart hebben wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Maar het is niet onverstandig. Als we dan overgaan naar de volgende fiscale maatregel, dat is eigenlijk een wettelijke maatregel. Die zit altijd al in de wet. Als je een voorlopige aanslag over 2020 hebt, die is gebaseerd op een geschatte winst. Als die geschatte winst nu te hoog blijkt te zijn, dan heb je of te veel betaald of je hebt een te hoog maandbedrag. Nou, als die schatting, als de winst 2020 naar verwachting lager is, dan kan je verzoeken om een verlaging van die voorlopige aanslag. En dan betaal je dus, krijg je of geld terug als je betaald hebt of je gaat minder betalen de komende maanden. Nou, wat zou ook nog interessant zijn, de vraag is als 2020 een verlies zou opleveren, kan je dan alvast carrybacken naar 2019, zodat je dus eventuele betaalde belasting over 2019 meteen terugkrijgt. Nou, dat kan niet meteen, daarvoor moet je eerst het boekjaar afsluiten en een aangifte indienen. En pas dan kan je een carryback verzoek doen voor in eerste instantie 80%. Nou, kan je ook de winst over 2019 nog verlagen door alle maatregelen, die omstandigheden die nu aan de orde zijn, de coronacrisis. Dat is wel wat lastiger en dat lijkt toch wel alleen met wat creativiteit en nog beperkt mogelijk. Nou, als we nou overgaan naar de volgende sheet, dan zijn daar nog wat niet onbelangrijke, maar kleinere maatregelen opgenoemd. Je krijgt geen verzuimboete als je uitstel van betaling hebt gevraagd. En je zou dan iets te laat je belasting hebben afgedragen, je btw of je loonheffingen. Je krijgt geen verzuimboete. Wat ook is dat de bedragen die op de G-rekening staan, die worden normaal gesproken, zijn die bestemd om de belasting te betalen. Maar als daar meer geld op staat dan je belastingverplichting, dan zou je dat voor dat bedrag kan je dat deblokkeren. Daar komt nu bij dat als je voor het bedrag waarvoor je uitstel van betaling hebt gevraagd, kan je ook die G-rekening deblokkeren, zodat je in feite in dezelfde positie komt als mensen die geen G-rekening hebben. Tot slot wordt de belastingrente en de invorderingsrente die gaat naar 0,1%. De invorderingsrente gaat meteen vanaf 23 maart is die 0,01% en de belastingrente die gaat vanaf 1 juni naar 0,1% en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020. Nou, als we dan kijken naar de volgende sheet, dan staan daar wat zaken die ik jullie wil meegeven als we het hebben over de fiscale maatregelen. Het is bijna allemaal uitstel van betaling. Uitstel is geen afstel. Dus hou er rekening mee dat je na deze coronacrisis jezelf moet verzekeren van extra liquiditeit. Omdat je dan, dan dubbel moet gaan betalen in feite.
Wat ook aan de orde is, is belastingschulden en vorderingen. De fiscus kan een belastingvordering verrekenen met een belastingschuld. Als je dat niet wil, dan zul je dus actie moeten ondernemen. We hebben daar inmiddels ervaring mee. Dat de fiscus daar wel toe bereid is in voorkomende gevallen. Let ook op aansprakelijkheden voor fiscale eenheden, vennootschapsbelasting en btw. Als je in de fiscale eenheid zit, ben je hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars belasting. Dus het kan zinvol zijn om uit de fiscale eenheid te ontvoegen. Dat kan aantrekkelijk zijn. Nou, wat ook aantrekkelijk kan zijn, is het kijken naar de transfer pricing. Als in derde verhoudingen, als er rentebetalingen worden opgeschort en aflossingsverplichtingen worden opgeschort, huur een paar maanden niet hoeft te worden betaald, dan zou je dat ook binnen concern zo kunnen handelen. Dus dat zou een optimalere winst tot gevolg kunnen hebben. Transfer pricing opnieuw bekijken is echt een, misschien niet meteen hot, maar toch wel over een paar weken. Let ook op de gevolgen van thuiswerken. Als je niet meer heen en weer hoeft te reizen naar je werk, dan is de vraag, mag ik dan nog wel een vaste reiskostenvergoeding geven? En let ook op het gevolgen van het besturen op afstand. En dat geldt voor name voor vennootschappen die hier gevestigd zijn, met bestuurders in het buitenland die hier komen vergaderen, omdat de vennootschap dan hier gevestigd is. Ja, als die bestuurders niet meer hier kunnen komen en die houden de bestuursvergaderingen per telefoon, ja, is die vennootschap dan nog wel in Nederland gevestigd? En zo niet, waar zit die dan? En moeten we dan eventueel afrekenen? Dus de gevolgen van, zeg maar, de nieuwe manier van werken, die zou ik zeker bij u onder de aandacht willen brengen. Nou, dat was het wat mij betreft als het gaat over de fiscale aandachtspunten. En dan geef ik graag het woord weer terug. Ja, ik zou nu graag het woord willen geven aan Laurens. Ja, goedemorgen allemaal, Laurens van der Zijl. Zoals al eerder aangegeven door Ewald, willen we eigenlijk een aantal sectoren wat nader bekijken, om te laten zien wat de verschillende maatregelen voor effect hebben op die sectoren. Dit zijn sectoren die op dit moment allemaal hard geraakt worden door de huidige situatie. Het is geen volledige opsomming, er worden meer sectoren geraakt en dat zal alleen maar toenemen naarmate de situatie langer aanduurt of aanhoudt. Maar wel goed om deze vier sectoren even door te lopen en ook even te typeren. Om vervolgens te kijken wat het effect van de verschillende maatregelen is. Allereerst hebben we de professionele dienstensector. Dat zijn bijvoorbeeld aanbieders van IT-diensten, werving- en selectiebureaus, maar ook adviesbureaus zoals KPMG. Kenmerkend voor deze sector is dat ze veel mensen in dienst hebben voor de aanbieding van hun diensten en services. Een tweede sector betreft de handelsbedrijven. Die leveren onder andere aan de detailhandel, de retail, ook aan productiebedrijven. Die handelsbedrijven worden eigenlijk op twee manieren geraakt. Aan de ene kant aan de disruptie aan de aanbodkant. Het kan wel ter sprake. Italië werd al genoemd, maar natuurlijk ook China, waar de huidige situatie begon. En wat ze ook zien is dat ze een teruglopende vraag bij hun afnemers ervaren als gevolg van de huidige crisis. Bij dit type bedrijven bestaat het grootste deel van het kapitaalsbeslag uit, of een groot deel, maar vaak het grootste deel uit werkkapitaal. En voor dit soort bedrijven is het van belang om goed de relaties en tijdslijnen met toeleveranciers en klanten te managen. Een derde categorie is de detailhandel of de retail. In Nederland kennen we de zogenaamde intelligent lockdown. Dus betekent de winkelstraten, veel winkels zijn nog wel open, maar ja, het aantal bezoekers is natuurlijk enorm afgenomen. Met omzetverliezen van tot 100% aan toe, wat we horen van klanten. Dus dat hakt er enorm in. Aan de andere kant lopen natuurlijk de vaste lasten, en dat gaf Ewald ook al aan, zoals huur en personeelskosten, lopen wel door. En ervaren retailers steeds meer problemen, ook aan de aanbodkant, de bevoorrading. Het financiële profiel van bedrijven in deze sector zit, denken wij, tussen dat van professionele diensten en handelssector in. Als je kijkt naar het personeel en werkkapitaal. Als laatste sector die we hebben opgenomen is de recreatiesector.
Die wordt dus met name beperkt of geraakt door de beperking in de bewegingsvrijheid. Hè, zowel aan de particuliere als aan de zakelijke kant, als dat om reizen gaat. Wederom als gevolg van de intelligent lockdown in Nederland. Maar we zien dat de maatregelen in de omliggende landen in Europa eigenlijk verder gaan. En daar worden ze ook door geraakt. Wat deze sector betreft is denk ik wel goed om een onderscheid te maken. Ook als je kijkt naar de maatregelen en de effecten daarvan. Aan de ene kant heb je de bedrijven die qua profiel dichter bij de professionele diensten zitten en de detailhandel. Zoals reisbureaus, tour operators, maar ook horeca. En aan de andere kant heb je de meer kapitaalsintensieve bedrijven. Hè, waar op regelmatige basis investeringen dienen plaats te vinden. Dan kun je denken aan luchtvaartmaatschappijen en vakantieparken. Als we naar de volgende slide gaan, dan zien we eigenlijk wat de effecten van de verschillende maatregelen op deze sectoren zijn. Zoals wij er naar kijken. Bij het overzicht zijn een aantal observaties en opmerkingen te maken. De eerste is de NOW, zoals al door Ewald benoemd. Ja, eigenlijk een looncompensatieregeling vanuit de overheid. Maar ook met het oog op werkgelegenheidsbehoud. Het is eigenlijk weinig verrassend dat deze regeling natuurlijk het meeste effect heeft voor bedrijven met een groot personeelsbestand. Ja, en dan moet je dus met name denken aan de sectoren professionele diensten, de detailhandel en de recreatie. En een sector als de handel en handelsbedrijven, die hebben daar in die zin het minste baat bij. Zoals net al door Michael aangegeven, zal een hoop van de fiscale maatregelen die zien op uitstel. En dat is eigenlijk een maatregel die sectoren ongeveer evenveel baat bij hebben, denken wij. Een iets groter verschil zie je wel op het werkkapitaaloptimalisatievlak. Beide handelssectoren, zowel de handel als de retail, hebben hier baat bij. En zeker als de retail, betreffende retailer, ook nog een wholesale tak heeft, zoals sommige van onze klanten hebben. Dan de reducties. De grootste liquiditeitseffecten op korte termijn, die lijken gerealiseerd te worden ten aanzien van de flexibele kosten. En daarmee ook zijn die relevant voor de dienstensector. Dan kun je dus met name kijken naar flexibele contracten of het aanpassen van verlofregelingen. En ook, maar dat is wel een verdergaande maatregel, naar salariskortingen. Die laatste maatregel is echt behoorlijk vergaand. En daar moet je voorzichtig mee zijn om het in te zetten, ook omdat daar een bepaalde signaalwerking naar de markt vanuit kan gaan. En dat maakt dan dus bijvoorbeeld uit of je zo'n actie alleen inzet, of dat het bijvoorbeeld breder gecoördineerd is in een sector. Dus misschien moet je het in het achterhoofd houden, als die optie bestaat. Een tweede opmerking, en die is ook al eerder gemaakt door Ewald, is dat aanpassingen in het personeelsbestand of ten aanzien van de loonvoorwaarden of de arbeidsvoorwaarden, die kunnen op gespannen voet staan met de NOW-regeling. En die regeling is gericht op werkgelegenheid behoud, op loonbehoud en stelt dat ook als voorwaarde. En pas je dat aan, dan kan dat consequenties hebben op basis van de ontvanger subsidie en ook extra korting daarop. Dus advies is om hier wel rekening mee te houden. Ten slotte nog de mogelijkheid om investeringsniveaus aan te passen. Ja, dat zal beperkt uitgaande kaststroom. En daarmee kan dus een bron zijn van behoud van liquiditeit. Ja, de sector die het meest baat bij heeft, en je ziet ook het onderscheid in de recreatiesector tussen de beide typeringen van die bedrijven. Aan de ene kant wat meer op de dienstenkant, bedrijven die daar meer op lijken. Aan de andere kant meer de bedrijven die aan de kapitaalsintensieve kant zitten. Het zal weinig verrassend zijn dat met name die laatste categorie hier het meeste baat bij heeft. En dat geldt natuurlijk ook voor kapitaalsintensieve bedrijven in andere sectoren. Dus eigenlijk is samenvattend, het effect van de verschillende liquiditeitsmaatregelen hangt dus af van de karakteristieken van de bedrijven in de betreffende sectoren. En daarbij kijken we dus naar het personeelsbestand, het werkkapitaal en de vaste activa basis. En als je de andere maatregelen of toekomstige andere maatregelen bij zou betrekken, ja, dan kun je ook andere elementen meenemen. Maar op dit moment zijn dat, denk ik, is het goed om bij het prioritiseren van je te nemen maatregelen. Gaan we naar de volgende slide. Eigenlijk nog twee aanvullende opmerkingen. Waar bedrijven mogelijk een voordeel mee kunnen doen,
of waarbij ze zich van bewust moeten zijn dat daar eventuele aansprakelijkheden met mogelijk liquiditeitsimpact uit voort kunnen komen. Allereerst het onderwerp contracten. Het is voor zover niet al gedaan goed om na te gaan hoezeer contracten een gecommitteerd karakter hebben. En dat kan twee kanten op werken. Eventueel kan het bekeken worden of het beëindigen of verlagen van kosten mogelijk is onder lopende contracten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde opzichttermijnen in acht moeten worden genomen. En dan is het zaak om die zo snel mogelijk te starten. Maar aan de andere kant kan het ook van belang zijn om na te gaan hoezeer leveranciers aan hun contract kunnen worden gehouden. Bijvoorbeeld als onderdeel van het veiligstellen van kritieke producten voor de onderneming of onderdelen die noodzakelijk zijn. Contracten kunnen natuurlijk ook in overleg worden aangepast. Dat gaf Ewald al ook wel als voorbeeld aan, bijvoorbeeld ten aanzien van huren. Zo heeft een klant van ons in overleg met verhuurders het betaalmoment veranderd. Van vooraf betalen naar achteraf per maand betalen. Een andere benadering, en die hebben we ook gezien, is het geheel opschorten van betalingen, bijvoorbeeld aan zijn huren. Maar dat sluit ook aan op het volgende punt, dat kan wel gevolgen hebben. Als de onderneming vermoedt niet aan de verplichting kunnen voldoen, dan staat er mogelijk een beroep op een zogenaamde force majeure of overmachtbepaling open. Ja, of dat zo is, dat is een behoorlijke juridische afweging die gemaakt zal moeten worden. En mogelijk dat bepaalde partijen hier al in overleg zijn met hun klanten. Het inroepen van deze bepaling hebben ze wel gezien in de markt, ook ten aanzien van huren, waar bepaalde partijen hebben gezegd dat ze de huur eerst niet betalen. Maar dat heeft wel bepaalde partijen doen overwegen of het niet het aanzet is voor het starten van een faillissementsprocedure. Dus als je zulke bepalingen inroept, dan moet je daar wel heel goed bewust van zijn wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. En tenslotte is het goed om te realiseren dat aan de ene kant is het kan er gekeken worden of zelfs een bepaling kan worden ingeroepen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een dergelijke bepaling tegen de onderneming wordt ingeroepen door bijvoorbeeld leveranciers. Wat zijn dan de gevolgen? En wat zijn dan je alternatieven om datgene wat je geleverd zou krijgen alsnog geleverd te krijgen, mogelijk vanuit andere partijen? Het advies ten aanzien van dit punt is om hier juridische bijstand op te zoeken. Bij het beoordelen en bekijken van mogelijkheden en risico's van contracten. Dat kan dus door de interne juridische afdeling, maar ook door externe advocaten. Zeker als je ziet of weet dat de gevolgen een behoorlijk materieel kunnen zijn. In eventuele aansprakelijkheden of anderszins voor de onderneming. Dan nog een korte opmerking over de kredietverzekeraars. Afgelopen maandag stond in de FD dat kredietverzekeraars hun limiet op partijen terug lijken te brengen. Nou, dit beïnvloedt, en dat was ook gelijk de boodschap, en dat zullen mogelijk ook luisteraars ervaren, directe invloed van de onderneming, of zeg maar de liquiditeit van de onderneming op korte termijn. Dus het is een typisch voorbeeld van waarmee je geconfronteerd wordt in een huidige situatie, crisissituatie, als gevolg van veranderend gedrag van stakeholders. Dus leveranciers die kunnen om als gevolg van het terugtrekken of verlagen van de limieten, kunnen om meer comfort gaan vragen. Dus of garanties of cash on delivery bij de aflevering van producten. Of mogelijk betaaltermijnen verkorten. Allemaal effecten op de liquiditeitspositie. Het kan ook zo zijn dat partijen voor wie een debiterende positie bijvoorbeeld als onderpand dient bij bankfinanciering. Bijvoorbeeld bij factoring faciliteiten. Hun beschikbare kredietlimiet zien teruglopen. Dus nou, belangrijk, en dat is denk ik al vaker genoemd, al eerder genoemd, ook in dit webinar, is om gesprek te blijven met je belangrijkste stakeholders van de onderneming. En dat geldt ook voor de kredietverzekeraars. Ook als er nog niets is veranderd, dan is het goed om zoveel mogelijk gevoel te hebben bij wat er mogelijk gaat komen. Ook om daar zo proactief mogelijk op te kunnen acteren. Misschien als laatste, we hebben begrepen dat gisteravond is besloten door de overheid om voor 12 miljard aan garanties over te nemen van kredietverzekeraars. Want de overheid, dat was ook een, zeg maar, een aanleiding van het bericht van afgelopen maandag. Bijzonder overheid zich op overheidsmatig op steun ten aanzien van de kredietverzekering. Nou, die is er nu gekomen, lijkt het. Ze is dus bereid 12 miljard aan garanties over te nemen. Dat geldt met een terugwerkende kracht vanaf januari tot het einde van 2020. En deze garantie geldt, zo begrijpen wij, maar meer details volgen nog, op de eerste 12 miljard van in totaal 44 miljard euro aan kredietverzekeringen van de 5 spelers in de Nederlandse markt. Als gezegd, meer moeten volgen, en daarbij is het ook wel van belang om te weten dat er nog goedkeuring van de Europese Commissie en ook van de Tweede Kamer is vereist. Maar ook, ik neem aan dat daar snel meer duidelijkheid over komt.
ook om partijen in de markt, ondernemingen in de markt, meer duidelijkheid te kunnen bieden op zo kort mogelijk termijn. Dat was het van mijn kant. Even terug naar jou. Dank, Laurens. De volgende sheet is een sheet waarin wij jullie de mogelijkheid geven om vragen te stellen. We realiseren ons dat we een groot aantal onderwerpen hebben besproken, maar wellicht zijn er luisteraars die vragen willen stellen. Dat kunnen jullie nu doen. En als het goed is, kan dat via jullie scherm. Misschien dat ik dan kan starten met een vraag die door iemand gesteld is per e-mail. Dat was ook de reden dat ik even afwezig was bij een van de overgangen. Mark, als jij terug kan gaan naar sheet 5. Daar is één luisteraar die een aantal specifieke vragen heeft gesteld. Sheet 5, dat was namelijk de 13-weekse kaststroomprognose. En de vraag die gesteld wordt, ja, wat is mijn startmoment? Hoe moet ik beginnen? Nou, dit is de week van 6 april. De week is al best ver gevorderd. Dus ik zou jullie aanbevelen dan om te starten met de week van 13 april. En dan is je startmoment de inschatting van je kaspositie aan het begin van de week. En wat ik altijd zeg, dat is zeg maar de stand, als je een eenvoudige onderneming bent, de stand van je dagafschrift in het weekend. En mocht nou die inschatting niet goed zijn, dan kan je altijd je eerste week, je week van 13 april, kan je dan aanpassen. En vervolgens krijg je een soort rolerend schema dat je leert van afwijkingen en zorg je ervoor dat de eindstand op een gegeven moment netjes aansluit. Ander element van de vraag was, hoe ga ik nu om met diverse ondernemingen en als ik meerdere business units heb? Nou, de voorkeursoplossing is altijd dat je het bottom-up opbouwt en dat je het dus per entiteit, per business unit opbouwt en dat je uiteindelijk dat dit sheet feitelijk je geconsolideerde overzicht is. En dat doe je dan ook voor de mitigerende maatregelen, dat je die ook per business units per entiteit opbouwt. En wat ik al aangegeven had, wij hebben een overzicht ook per land. Dus als je mitigerende maatregelen hebt uit hoofde van overheidsmaatregelen per land, kan je die dan ook per sheet, per business unit inbouwen. En het laatste element, maar dat maakt het nog een stukje complexer, dat is het inbouwen van sensitivities. En met name sensitivities als toch blijkt dat de COVID-periode en de lockdown of de semi-lockdown langer gaat duren. En een ander element is dat je je toekomstige revenue-stromen minder goed kan inschatten, dat je daar een bepaalde sensitivity op aanbrengt. We willen ook altijd heel graag zien dat je meerdere scenario's hebt en dat je bepaalde sensitivities inbouwt. Ik zie een andere vraag en dat gaat over de bepaling van omzet. In principe is het de omzet volgens de jaarrekening 2019 als kalenderjaar is boekjaar hebt. En in principe wordt er ook gevraagd bij de NOW, en want dit is een vraag gerelateerd aan de NOW, wordt er ook gevraagd om een accountsverklaring mee te sturen. En normaal gesproken heeft de accountant dan 19 al gecontroleerd. Voor de kleinere bedrijven is nog niet helemaal duidelijk wat het standpunt van de overheid zal zijn. En de vraag is, hoe ga je om met accijnzen? En een van onze klanten heeft die vraag ook gesteld. Voor de mensen die roken is het wellicht bekend dat een pakje sigaretten is volgens mij van 6 naar 7 euro gegaan. En dat verschil is accijns. En in Nederland is het zo bepaald dat affabriek, sigarettenfabriek, komt accijns erop. Dus dat is voor iedereen in elke tussenschakel tot de winkelier, is dat omzet. En dat betekent dus dat je 15% ongeveer hogere omzet hebt als je dezelfde aantallen pakjes sigaretten verkoopt, als dat nog mogelijk is onder corona. Maar dat betekent wel dat je
minder snel in aanmerking komt voor de 20% reductie. Een andere vraag is met betrekking tot bankmaatregelen. Om welke leningen gaat dit? En betreft het alleen bedrijven of ook particulieren? En wat zijn de vereisten om hiervoor in aanmerking te komen? Dat is een goede vraag. Vooralsnog is het voortouw genomen door de banken. Als je leningen hebt waarbij de leningverstrekker een particulier is, dan bevelen wij aan om met die particulieren in gesprek te gaan om mogelijk een uitstel te bepalen. En de bankmaatregel heb ik kort toegelicht. 13 weken forecast, waarom 13 weken? 13 weken is 3 maanden. En als je in liquiditeitscrisis bent, dan is het belangrijk dat je het per week doet. Dat is een beetje common practice in de branche. Banken vragen ook altijd om 13 weken. En vervolgens maak je dan de slag naar een kasstroomprognose per maand. Dus de eerste 13 weken per week en vervolgens per maand. De volgende vraag is: waar moet ik morgen mee beginnen als ik liquiditeitsproblemen verwacht? Nou, dat is een algemene vraag, maar die kan als volgt beantwoord worden. Wanneer verwacht je liquiditeitsproblemen? Dat is altijd belangrijk. Oké, wanneer verwacht je je probleem? Zijn er mitigerende maatregelen die ik zelf kan nemen? En zijn er mitigerende maatregelen waar ik iemand anders bij nodig heb? En waarbij we aangegeven hebben dat de fiscus geeft je de mogelijkheid om een aantal mitigerende maatregelen te nemen. En wat moet je dan morgen doen? Morgen moet je denk ik heel snel proberen om te kijken, oké, wat is mijn kaspositie van vandaag? Wat is die aanstaande maandag? Wat is mijn instroom? Wat is mijn uitstroom? En vervolgens, wanneer kom ik eventueel in de problemen? En wat kan ik doen om dat te voorkomen? En eigenlijk via de gradatie zoals wij de mitigerende maatregelen hebben behandeld. Geen andere vragen. Misschien dat we nog even een klein minuutje wachten of. Geen nieuwe vragen. Dan de sheet, samenvatting en afsluiting. Wat we proberen aan te geven in dit webinar is enerzijds de toegevoegde waarde van een 13-weekse kaststroomprognose, dat zeg maar van eminent belang is in de huidige tijd om goed te kunnen sturen en niet verrast te worden. Belangrijk is ook dat je een logische opbouw hebt van je forecast. Een vraag was ook proberen te bouwen zoveel mogelijk bottom-up per entiteit. En ook probeer ook logisch na te denken als je uitstel hebt wanneer je dat bedrag wel moet betalen. En wat wij verwachten, en dat is gisteravond ook al gebleken, dat als de periode langer duurt, dat de overheid met aanvullende maatregelen komt. Dus dan is het ook belangrijk dat je je liquiditeitsvoorkast zodanig hebt opgebouwd dat je relatief makkelijk kan verwerken als er maatregelen van de overheid komen die verder uitstelmogelijkheden geeft. En de overheid heeft al aangekondigd dat de NOW, als de lockdown langer duurt, misschien van 3 naar 6 maanden gaat. En dat zal waarschijnlijk dan ook gebeuren voor elementen zoals het uitstellen van BTW-afdracht. Dus het is belangrijk dat je zeg maar een logische opbouw hebt, dat je dit soort aanpassingen dan ook logisch in je model kan meenemen. En wat denk ik ook belangrijk is in deze webinar, we hebben geprobeerd om dat goed weer te geven, is dat je een zeer grote verscheidenheid hebt van maatregelen om de liquiditeitspositie te verbeteren. En dat de overheid en de fiscus heel veel maatregelen al hebben genomen, CQ gaan nemen, om het bedrijfsleven te supporten. En een ander element is wat Laurens aan detail aangaf. Elke sector heeft zijn eigen dynamiek.
En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je probeert te begrijpen wat de dynamiek is in de sector waar je werkzaam bent. Dan zou ik graag willen overgaan naar de volgende sheet. Op deze sheet staan nog even onze contactgegevens, zowel van de drie sprekers als van Mark Dikke, aan wie jullie de internationale maatregelen kunnen vragen. En verder, wij als team hebben een sheet gemaakt, een one-pager zoals wij dat noemen, met betrekking tot de NOE-informatie, waar duidelijk wordt weergegeven hoe dat gaat werken. Waarbij ik wel een kanttekening maak dat afgelopen vrijdag is er al in de staatscourant een aanpassing weergegeven op een aantal elementen die niet helemaal duidelijk waren. En wat mijn persoonlijke verwachting is, is dat die NOE-regeling ook in de komende week, komende twee weken tot aanpassingen leidt of zal leiden, zodat die voor meer bedrijven zeg maar van toepassing is. En wat ik bijvoorbeeld al aangaf, is de definitie van geconsolideerd en elementen met betrekking tot seasonality. En wij hebben ook een berekeningstool die bij ons op de website staat, zodat je met een ingeven van een beperkt aantal kerngetallen je voorschot kan berekenen. Misschien om af te sluiten, deze webcast die komt vanmiddag online bij KPMG, zodat jullie hem nog een keer kunnen afluisteren. En mocht je vragen hebben, dan kun je altijd een van ons bellen of een mail sturen. Dank voor jullie luisteren in deze meeting en bedankt.